de echte waarheid vaststellen. Jehova's getuigen en de waarheid. Geliefde vrienden van de waarheid, broeders en zusters. God is de onderwijzer en de bron van de echte waarheid. God moedigt u aan tot het persoonlijke studie van zijn woord, de Bijbel. De meesten belijden hun religie passief en volgen de traditionele leerstellingen van hun kerk in de verwachting na de dood naar de hemel te zullen gaan. God laat in zijn woord de Bijbel weten dat het kennen van God en Jezus Christus en het doen van Gods wil tot eeuwig leven zal leiden. Indien u werkelijk moeite doet om de echte waarheid van God te kennen, zal het voor u duidelijk worden dat de echte waarheid anders blijkt te zijn dan waarin u jarenlang geloof in hebt gesteld. De echte toekomstverwachting is gebaseerd op Gods belofte van een herstel van eeuwig leven op deze aarde, waar God met zijn naam Jehovah borg voor staat. God heeft de aarde voor de mens geschapen om zonder te sterven er voor eeuwig in geluk op te mogen leven. God heeft de mens geschapen met lichaamscellen die zich voortdurend vernieuwen zonder lichamelijke veroudering en te sterven. Door zijn schepping heeft God laten zien waartoe hij in staat is. Wetenschappers verbazen zich over de complexiteit en het functioneren van al wat leeft, zelfs tot in het kleinste detail van het DNA van een cel, met daarin de specifieke code van elk leven. De schepping van de aarde met zijn voorzieningen maakt duidelijk dat het doel van God is dat de mens een gelukkig bestaan zou hebben en kan genieten van al de wonderen van zijn schepping. Helaas wordt het tegenovergestelde waargenomen. We worden om ons heen en via de media geconfronteerd met geweld en lijden. Velen hebben moeite in God te geloven of weigeren zelfs in zijn bestaan te geloven. Velen geven zelfs God de schuld van al het lijden. Waarom aan die verwachting niet wordt voldaan, is bij velen niet bekend. Ze komen met vragen. Waarom voldoet het leven niet aan het doel waarvoor God de mens heeft geschapen? Wat is er misgegaan? Wie is daarvoor verantwoordelijk? Kunnen we een herstel verwachten? En zo ja, wat voor regelingen heeft God voor een herstel getroffen? Aan welke vereisten moeten we voldoen voor een toekomstig leven? God laat ons niet in het ongewisse. God heeft voorzien in zijn geïnspireerde woord de Bijbel, waarin hij alle vragen beantwoordt. De website debijbeltours.info en debijbeltoursweb.info en youtube.com/tabub01 kan voor u een hulp zijn bij het vinden van de informatie in de Bijbel. Stel met onderscheidingsvermogen de echte waarheid vast. In Psalm 146, vers 2 tot 6 staat dat het onverstandig is ons vertrouwen in mensen te stellen die niet in redding kunnen voorzien. God laat in de Bijbel weten dat het kennen van de waarheid van God en Jezus Christus en het doen van Gods wil onze eigen verantwoordelijkheid is. God moedigt ons aan voor het kennen van de waarheid in te spannen. Liefde moet gepaard gaan met nauwkeurige kennis en onderscheidingsvermogen. De meeste mensen luisteren alleen en doen geen moeite om zelf met de Bijbel de waarheid van God vast te stellen.
Zij vertrouwen op hun leraren, dat zij de waarheid aan hen onderwijzen. Denkt u dat de Bijbel voor u te moeilijk is om zelf te kunnen begrijpen? In Matteüs 11, vers 25 zegt Christus dat zelfs kleine kinderen Gods onderwijs zullen begrijpen. Indien u zich zonder vooroordeel als kinderen door God in zijn woord laat onderwijzen, zult u een duidelijk begrip kunnen krijgen van de echte waarheid. Met de verkregen kennis van de waarheid kunt u anderen helpen hun dwalingen te corrigeren. Paulus verwijst daarvoor naar 2 Timotheüs 3 vers 16. De gehele schrift is door God geïnspireerd en nuttig om te onderwijzen, terecht te wijzen, dingen recht te zetten, streng te onderrichten in rechtvaardigheid, of zoals het in de Nieuwe Bijbelvertaling staat, om dwalingen en fouten te weerleggen. Door de eeuwen heen hebben leraren de waarheid van God vermengd met hun eigen wijsheid. Christus stelde vast dat de leraren in zijn tijd waren afgeweken van de zuivere waarheid. Ze vermengden de waarheid met hun eigen leerstellingen. Over hun gebeden tot God lezen we in Markus 7 vers 7. Tevergeefs blijven ze mij aanbidden, omdat zij mensengeboden als leerstellingen onderwijzen. Vers 13. En aldus maakt gij het woord van God krachteloos door uw overleveringen die gij hebt doorgegeven. In Matteüs 23 vers 16 noemt Christus hen blinde gidsen. Door Christus' vaststelling van opzettelijke misleiding is hun veroordeling tot Gehenna. Ze hebben geen vooruitzicht op een toekomstig leven. Dit moet een krachtige les zijn voor allen die thans het onderwijs van God doorgeven, met de waarschuwing dit niet te vermengen met eigen inzichten. Laat u door God onderwijzen in de echte waarheid. In Matteüs 23 veroordeelt Christus de valse leraren van zijn tijd. In vers 8 vestigt Christus de aandacht op de leraar van de echte waarheid. Met de woorden, één is uw leraar, terwijl gij allen broeders zijt. Zijn leerlingen zijn allen broeders. De leraar waar Christus naar verwijst is Jehovah God. Hij onderwijst zijn leerlingen met zijn geïnspireerde woord de Bijbel. Met de Bijbel kunt u de echte waarheid van leugens onderscheiden. Wij kunnen allen Gods leerlingen zijn. In Spreuken 2 leest u dat God als een vader onderwijs geeft aan zijn zoon. Zijn openingswoorden zijn, mijn zoon. Het aanvaarden van zijn onderwijs is vrijwillig. God laat weten dat indien u als zijn leerling werkelijk aandacht schenkt aan zijn onderwijs en het aanvaardt, u de vrees voor Jehovah zult begrijpen en praktische wijsheid en onderscheidingsvermogen zult verkrijgen. Als een vader moedigt God aan naar de kennis van God te blijven zoeken als naar zilver en verborgen schatten. God belooft dat u de kennis van God zult vinden. Spreuken 4 vers 19 beschrijft de donkere weg van de goddeloze die zijn eigen wijsheid boven de waarheid van God stelt. Op die donkere weg weet hij niet waar hij over struikelt. Spreuken 4 vers 18 beschrijft het pad van de rechtvaardige, die zich krachtig inspant om de echte waarheid van God goed te begrijpen. Door zijn ijverige Bijbelstudie zal zijn begrip van de waarheid steeds helderder worden en voor hem zijn als een glanzend licht
dat steeds helderder wordt tot de dag stevig is bevestigd. Spreuken 2 vers 4 beschrijft het zoeken naar de waarheid als het speuren naar zilver en naar verborgen schatten. De beschreven rechtvaardigen van Spreuken 4 vers 18 kunnen niet slechts enkele bevoorrechten zijn die een steeds helderder licht van God krijgen om fouten in leerstellingen te corrigeren waar we met geduld op moeten wachten. Hoe kunt u misleiding vermijden? Paulus geeft in 2 Korinthe 4 vers 6 de waarschuwing: gaat niet buiten de dingen die geschreven staan. De opdracht van Christus in Matteüs 28 vers 20 is: leert hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Het onderwijs dient zuiver te worden doorgegeven zonder het te vermengen met eigen wijsheid. Door afwijkingen te onderwijzen wordt Gods woord krachtloos gemaakt en worden gebeden niet verhoord. Zoals zij in het vroege Bereën deden, ons als voorbeeld, dient ook u voor het vaststellen van de echte waarheid alle onderwijzingen met de Bijbel op waarheid te toetsen. Het is verstandig Johannes' raad aan de gemeenten op te volgen. Geliefden, geloof niet elke geïnspireerde uiting, maar beproef de geïnspireerde uiting om te zien of zij uit God voortspruiten. Door een verkeerd begrip kan er onopzettelijk onwaarheden worden onderwezen. God roept u op met de door u verkregen waarheidskennis uit de Bijbel zijn getuige te zijn. Zoals in 2 Korinthe 10 vers 4 tot 6 staat, kunt u met Gods woord de sterk verschanste dingen en redeneringen omverwerpen die tegen de kennis van God zijn, ten einde ze gehoorzaam te maken aan Christus. U kunt uw bijdrage leveren dat onschriftuurlijke leerstellingen worden gecorrigeerd. Wat leert ons de vermaning in Romeinen 2 vers 21? Gij echter die een ander onderwijst, onderwijst gij uzelf niet. Gij die predikt steelt niet, steelt gij. Tracht u anderen te overtuigen dat hun geloof op onwaarheid is gebaseerd? Weet u zeker dat uw geloof volledig gebaseerd is op de waarheid van God? Kan er niet terecht met de vinger gewezen worden op uw afwijkingen van de waarheid? Kunt u elke leerstelling waar uw geloof op is gebaseerd met een aantal schriftuurlijke argumenten krachtig ondersteunen? De waarheid is niet gebaseerd op slechts één tekst in de Bijbel. De echte waarheid van God heeft de ondersteuning van de context en meerdere schriftplaatsen en is in harmonie met de gehele Bijbel. Jezus Christus laat weten in Johannes 4 vers 24 dat we God in waarheid moeten aanbidden. Bent u er zeker van dat wat u gelooft en voorbidt en u zich voor inspant de echte waarheid van God is? God is geduldig voor correcties en heeft uw redding op het oog. Dank u voor uw aandacht. De video's op youtube.com/tabib01 en de website debijbeltroes.info en de website debijbeltroesweb.info kunnen voor u een hulp zijn om de juiste argumenten in de Bijbel te vinden voor het vaststellen van de echte waarheid.